Ja, vrienden, het was natuurlijk weer genieten geblazen bij de BNB Vol Liefde. Ja, want ik zei het al de vorige keer. Toen zei ik, dat weet je wel, die was volkomen onverstaanbaar. En wat hebben we nu gezien, vrienden? Ja, 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 ja. Ik ga niet zeggen dat het helemaal door mij komt, maar ze hebben wel geluisterd. Ja, hij wordt ondertiteld. Kijk, daar zijn wij blij mee. Want nu weten we in ieder geval wat weet je wel zegt. Schakelen wij snel door naar Oostenrijk, naar Jodel IT 2, die alleen nog maar bezig is met de kinderen. Ja, nou ja, dat is ook bijzonder. Ik bedoel, ga verder een kindercrash beginnen en ga bezighouden met kinderen. Want die mannen die daar zijn, die zijn natuurlijk volkomen kansloos. En het mens sluit zich op en laat zich niet meer zien. Dik in orde, de Jodel IT 2 voldoet volkomen aan wat wij verwachten van BNB Vol Liefde. Maar de allerbelangrijkste, al die andere, die bespreek ik niet, vrienden. Want die vind ik te saai of te oninteressant. Komen wij natuurlijk tot Italië en Arrivederci. En zijn ongelofelijke verhaal, het schouwspel daar in Toscane, wat zich voltrekt. We hebben eerst natuurlijk hysterica gehad. En met de augurkgate. En wat hebben we nu gezien? We hebben nu wc-gate gezien. Met Doremi Fasol. Die heel verhaal begon tegen hem. De wc's waren niet schoon. En dat had hij niet tegen hem, maar tegen haar moeten zeggen. Tegen de ex. En dat ging allemaal door elkaar zitten kwekken en doen. En dat resulteerde erin dat ze bijna met z'n allen met hun kop in de wc-pot zaten. Nou ja, goed. Die Arrivederci heeft een enorm gebrek aan sociale intelligentie. Ja, vrienden, zo zit het wel. Want Doremi Fasol die zegt, ja, maar ik ben heel amoureus aangelegd. Oh, is dat zo, Doremi Fasol? Ja, en ik vind heel veel mannen interessant. Oh, dat is interessant, zeg. Ja, dus er komt eerst de beste Duitser of Italiaan of schuine streep, weet ik veel wat die was. Nou ja, en dan begint ze daar een beetje de Duits tegen te lullen. Terwijl die Arrivederci zich helemaal had uitgesloofd met eten en rozen en dit en dat. En die telde, boep, gelijk hetzelfde moment niet meer mee. Ja, dat is Doremi Fasol. En ze is natuurlijk het voorbeeld van als geschrift en matteklap. Als die dus samen gaan spannen en die hebben besloten om in één persoon te gaan zitten. Ja, dan krijg je Doremi Fasol. Ja, en dat gaat de gekte voorbij, vrienden. Want nu zit ze weer in een boom. Dan zit ze weer ergens huilend in een weilandje. En te wieroken. En die snikken. En die god mag weten waarom. Die zweeft maar rond door het leven. Als die haar zweefbrevet wil halen, dan krijgt ze hem gelijk. Al genoeg vlieguren gemaakt. En, zegt Doremi Fasol, die zegt, Arrivederci en ik, wij zitten niet op hetzelfde gevoelsniveau. Nou, heb je een rood? Hé, dit is toch te gillen van het. Wat is het toch geestig, met vrienden. Die hele BNB Vol Liefde. Nee, ze zit niet op hetzelfde gevoelsniveau. Nee, want ze vindt hem eigenlijk maar een boer. Oh, hij was een boer. Ja, hij was een beetje een botteman. Maar een botteman, die kan dan soms in haar ogen dan toch wel weer vriendelijk zijn. Maar goed, zij is volkomen gestoord, vrienden. Met de nadruk op volkomen. Want ik ga. Hij had het etentje gemaakt. Hebben jullie nog gezien die scène? Daar hebben jullie het ook intens van genoten. Ja, hij maakt eten helemaal klaar. Zij weet dat ze daar gaat eten. Ze komt naar de tafel om te gaan eten. Hij heeft zich helemaal uitgesloofd, noem maar op. En wat zegt zij dan? Zullen we ergens gaan eten? Vrienden, daar kan geen pil en geen dokter tegenop. Nou, ik kan je wel zeggen dat ik alweer helemaal uitkijk naar de komende week van de BNB Vol Liefde.